Mensen die me wat volgen weten waarschijnlijk dat ik vriendelijk bedankt ben voor bewezen diensten bij Leantis. Na 25 jaar mega trouwe dienst, volle inzet, echt met 250% gegeven in alles wat ik heb kunnen doen. Scheiden onze wegen. Was dat 10 jaar geleden gebeurd, dan was ik er zelf waarschijnlijk niet meer. Dat zou zo'n impact gehad hebben. Het werk was zo wie dat ik was. Dat was mijn identiteit. Dat was, ja, zonder werk was ik niet. Het was eigenlijk een plek waar dat ik toch door te dingen realiseren toch een beetje het gevoel had dat ik iets waard was. Dus dat ging echt het einde van de wereld geweest zijn. Nu doet dat ook veel pijn. We gaan er niet over zeveren. De impact van een ontslag heb ik wel zwaar onderschat. Het is uiteindelijk toch 25 jaar dienst, dus het is niet om te zeggen dat het een kleintje is. Maar in tegenstelling tot toen is mijn identiteit eigenlijk nog altijd hetzelfde. Dus wat bedoel ik met identiteit? Wie ik ben is niet drastisch veranderd. De weg die ik nu ga moeten bewandelen, de nieuwe keuzes die ik ga moeten maken, gaan wel verschillen. Dus de acties die ik ga nemen, ga moeten veranderen. Zoek ik ander werk als werknemer? Word ik volledig zelfstandige? Dus al die dingen gaan hetzelfde zijn. Gaan veranderen. Maar mijn missie is eigenlijk nog altijd hetzelfde. En is al jaren zo. Dus het is eigenlijk, ja, in het groeitraject is dat wel al een eindje in het traject. Maar dus mijn missie is al jaren leren groeien, coachen en leiden. En met mijn ontslag, 2,0 kilometer in 26 minuten 56 seconden, gemiddeld tempo 13 minuten 27 seconden, maar bijgekomen nu in mijn missie, dat is leren groeien, leiden en inspireren. Waarom inspireren? Omdat ik contact heb dat ook iets is, omdat ik nu wat meer tijd heb om daarmee aan de slag te gaan, even een lawaai voorbij laten gaan, dat je niet mag rijden, maar wat. Nu dat ik wat meer tijd heb voor mij te focussen op onze coaching trajecten, wat voor alle duidelijkheid mijn hobbyberoep is, noem ik dat altijd. Dus ik heb eigenlijk twee jobs. Ik heb een job waarin dat ik graag in bedrijven rond innovatie bezig ben, dingen ga creëren. En dan hebben we ons coachingbedrijf die vanuit onze eigen ervaring met onze kinderen is gegroeid tot toch, ja, een aardig groot bedrijf vandaag. Was even mijn draad kwijt, even terugkomen. Dus leren groeien, leiden en inspireren. Wat is er zo sterk als je een vaste identiteit hebt en dat je identiteit niet bepaald wordt door je werk of door je gezin? Of door iemand die je vreselijk haat als je in een scheiding zou zitten? Of gelijk wat, dus als je echt een goede fundering hebt die losstaat van de dingen die rond je gebeuren, dan heb je veel meer tools in handen om met een tegenslag aan de slag te kunnen gaan. Want de tegenslag verandert je identiteit niet. De tegenslag gaat alleen veranderen het traject dat je moet bewandelen, eventueel nieuwe doelen die je jezelf moet stellen. En dat is blijkt nu uit eigen ervaring een heel krachtige tool om te hebben. Nu, zoals ik zei, je doet het niet op één dag, maar misschien heb je al gekeken op onze site naar het groeitraject en pijs je 6 volle dagen gespreid over een half jaar. Dat is wel echt veel en ja, dat is ook een serieuze investering. Ik weet niet of dat iets is voor mij. Wel, weet dat we speciaal voor de Week van de Hoogbegaafdheid daar ook een eendagsversie van gemaakt hebben. Voor alle duidelijkheid, die eendagsversie is niet hetzelfde als de 6 dagen, dat is evident. Maar op die ene dag gaan we echt wel al op zoek gaan naar inzichten waarmee je daarachter al verder aan de slag kunt. Dus we gaan wel een reeks tools bekijken en gebruiken. We gaan zeker ook heel veel interactie al hebben. En we gaan eigenlijk al een eerste basis leggen waarnaar je één kunt voelen van, ja, zo een band hoogbehaafde, is dat eigenlijk wel iets voor mij? En alsgene zei, trust me, je gaat echt wel voelen dat dat iets is waar je ook nood aan hebt. En twee, die stijl, wat die Rudo doet, is dat eigenlijk wel wat ik wil? En durf ik daarna echt wel de sprong wagen naar het volledige traject? Dus, ik zou zeggen, ik ben super blij dat ik eigenlijk ontslagen ben en dat ik daardoor eigenlijk een reeks van mijn tools in de praktijk heb zien
correct functioneren. In de zin, de stabiliteit waarop ik moet bouwen is veel groter dan voor Gromycoach. En ik, ja, mijn vierde, mijn extra woord in mijn missie, inspireren. Ik vind het super om die ervaringen te delen en jou te inspireren om ook aan de slag te gaan met uiteindelijk een heel sterke toolkit die je hebt als snelle denker. En waar dat je alleen van moet weten hoe je die juist moet hanteren in de verschillende situaties dat je kan belanden. Ik zou zeggen, hopelijk tot op de bootcamp.